Goedemorgen guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogje van mij. De video heeft even besloten dat wij in de ochtend gaan gymmen. Dus dat gaan we nu ook doen. Hij is even zo'n brownie uitlaten en dan gaan we gymmen met een personal trainer buiten. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik een beetje lacking ben gegaan met gymmen. En gezond eten. Jullie kunnen ook wel zien aan mijn gezicht dat ik weer echt ben bijgekomen. Maar ja, 2021. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo. Daar gaan we dan, hè? Mm-hmm. 2021 gaan we sportief in. Nieuwe prioriteiten, jongens. Minder snoepen. Minder vettigheid. Maar dat zijn we ook begin vorig jaar. Ja, oké, okay, maar nu hebben maar we nu gewoon... nu gaan we er echt voor, hè? We moeten elke dag knallen. Ik wil natuurlijk ook een paar spierballen op, maar... Gaan we een circuitje doen? Ja. Ik ga gewoon heen en weer. Dan gaan we naar Springtown, dat spreekt voor zich. Ja. Dan gaan we naar Walking Lunches. Gewoon uitstappen. Ik stap gewoon naar de overkant. Je gaat gewoon weer terug, ja? Ja. Zo jongens, daar zijn we weer. Ik ga even proberen mijn camera goed te zetten. Oh, kijk eens zo onder mijn jurkje door. Pff. Even een goede angle zoeken. Momentje. Nou, hij blijft gewoon niet staan. Zo. Nou jongens, we gaan nu onderweg naar mijn moeder en Angelique. Want ik heb hun echt heel erg gemist. Even hoi zeggen. Even zeggen we Merry Christmas en een paar cadeautjes afgeven. En dan gaan we door naar Davinho's familie. Dan gaan we lekker gourmetten. Heb je er zin in? En we gaan er ook waarschijnlijk blijven slapen. En lekker kerstfilms en zo kijken. Dit is echt een kerstfeeling. Ja, de ultimate Xmas feeling. De ultimate kerstmas. Wow, echt storing. Oh, zo koud is het nog, hè? Ja, misschien moet je mij even warm houden. Angeliki, Angeliki. Elgin en Renko komen ook. Wauw, het ziet er maar uit, zeg. Ja. Nou, very nice. Alleen in de auto. Nee, hij is met Davinho. Kijk eens wie daar is in de auto. Hallo. Brownie! Hoi, alsjeblieft. Alles goed? Ja. Zo, zie jij er mooi uit, zeg. Ja. Echt, hè? Angelique heeft deze koekjes helemaal zelf gemaakt. En ik mag ze ook proeven. Mag ik er eentje? Ja. Oké, okay, kan je het voor me open doen, want ik ben niet zo sterk hoor. Even kijken. Nee, ik krijg hem niet open. Kun je even kijken? Probeer eens. Wauw. Zo, jij eet sowieso echt kapot van groenten, hè? Nou, dan ga ik hem maar even proeven hoor. Mm. Heb jij dit zelf gemaakt? Met mama. Nou, dat geloof ik niet. Ze zijn echt heel lekker. Nou, we hebben net Angelique de nagels gelakt. Vind je ze mooi? Ja. En waarom wou je geen roze nagels? Kinderachtig. Maar je bent toch ook kinderachtig? Nou, liever, ik heb een cadeautje gekregen van mijn broertjes vriendin. Hoe heb jij ooit een vriendin gekregen in het leven? Een spaarpotje? LOL! Ik wou toch graag een nieuwe LOL. Ja, hier is wel warm genoeg, hoor. Ik heb het redelijk aan. Als je is hier alles te veel te heet. Ja. Nou jongens, ik moet snel racen van huis, want we gaan eten met Davinho's familie. En we zijn hier met Epi. Oké, we gaan naar Davinho's oude foto's kijken.
Vanne. Kijk, dit was Davina toen hij vroeger klein was. Vanne. Ja? Ik heb een nieuwe Playmobil van mijn mama gekregen. Echt waar? Ja. Voor kerst? Ja. En het was heel groot. Ah, hier was je echt nog lief hoor, April. Een teentje. Vanne. Ja, Abby. Ah, kan je niet op de hand? Ja, voor wat? Zo, we hebben net gegeten. Ze zitten echt vol. Straks gaan we kijken bij April's Playmobil. Dat waar ik niet hier. Ze heeft een nieuwe Playmobil huis. Kom op, loop. Wat is dat allemaal te zien? Playmobil! Oh. Heb ik van mama gekregen. Wauw, echt heel mooi. Ja. Wat zijn ze allemaal aan het doen hier dan? Hun gaan trouwen. Bruiloft. Nou, goedemorgen jongens. Ze zijn net wakker geworden. We gaan nu naar huis om het huis op te ruimen. Oh, en dan moeten we alweer klaarmaken voor de tweede kerstdag. Want vandaag ga ik een Femke koken. Nou, dat wordt wat. Ja. Hoezo ja? Je weet dat ik altijd gewoon goed kook hoor. Ik denk, ik ga even een Mackie pakken voordat ik bij jullie kom. Hoor. Nee, we hebben echt veel lekkere dingen gehaald hoor. Ja. Dus ik weet niet wat je nou loopt te zeggen. Is het toch altijd wel even een bluff hoor, om bij iemand te eten. Nou, we gaan... Daf zei ook, je ziet er niet uit. Dus ik ga me even klaarmaken. Huis opruimen en dan komen we weer terug bij jullie. Nou, hier is echt niks meer van over. Hij was echt super schattig. Nou, we zijn nu aan het voorbereiden voor de tweede kerstdag. We gaan twee jacuzzi's zien zetten. Woehoe! Ja, ze heeft echt super random een fotoshoot in de huis. Dus, hey, maar hoe werkt die koffieapparaat? Nou, ik drink nooit koffie, dus ik moet nu even uitzoeken hoe dit werkt. Volgens mij zit alles in. Nou, ik ga alvast de kip marineren voor onze gourmet vanavond. Ik heb hier de Marokkaanse kruiden, heb ik meegenomen van huis. Want ik wist niet of Femke seasoning had voor, je weet toch, voor de voedsel. Nou, dat kan toch niet, waarom ben je zo raar? Brownie uit de kast. Nou, we zijn ondertussen de jacuzzi aan het opbouwen. En Femke heeft een hele fotoshoot dinges gemaakt van de huis. Lid. Ja, maar ik moet ook nog al die kleding weghalen en zo, hè? Ja. We moeten ook nog opruimen. Ik moet ook opruimen. Jij moet opruimen. Ja. ik ben later gewoon weg, hoor. Nee, ik ga je wel helpen met opruimen. Icy, wat kijk je zo zielig naar me? Nou, wij staan samen in de keuken en de laatste keer dat wij samen in de keuken stonden, deden we mee met je moeder. En toen hadden we een rare vieze pizza gemaakt. Ik weet nog precies wat voor pizza. We wilden zo'n Domino's pizza maken met vieze kip. En toen hadden we echt een vieze saus gemaakt. Nou, ik ben nu hotdog bladerdeeghapjes aan het maken. De echte klassieke natuurlijk. We hebben 2,5 uur om alles te fixen, ach, dus ik hoop dat we kunnen rennen. Wat wordt dit? Appel. Nee, je hebt Bagnet. Appelbeignet. Bagnet. Zo, nou. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Oké, compagnon. Voornamelijk voor mensen die... Ben je er zin in vandaag? We gaan jullie even meenemen, kom maar. Is het standaard pakket van jacuzzi op locatie. Die kan jij huren voor een hele nette prijs. En deze is vol met chloor. Okay. Nee, hier zit toch chloor in? Waarom ziet het eruit alsof we vandaag kinderen gaan maken? Misschien is dat al gebeurd. Dat is wel echt heel cute. Maar in ieder geval deze, wat ik wou vermelden, deze is met chloor. En deze is met zeezout, met dode zeezout. Hier zit dode zeezout in en dat schijnt heel goed voor je huid te zijn. Dus geen levende zeezout, maar dode zeezout. Hey! Zo! Zo!
gaat er niet uitvallen. Kom, we doen het dus snel in de kamer. Oeh, ja, Femke is weg, hè? Nou jongens, het is inmiddels alweer... Ivy! Brian, ik kijk even voor mijn batterij, hè? Het is al bijna 12 uur. We zijn op een dubbel date. We zijn hier met de hondjes. Alles wat stijgt in waarde. Ja, man. Maar met die kan je geld pakken, bro. Ja, dat is een tonnetje. Baby. Ja, als alleen de helft, of de helft van de helft gaat doen. Nou, Femke heeft me deze slippers gegeven, maar ze zijn heerlijk lelijk. Dat is echt niet normaal. Wij zitten op de slippers. Wat weet je van een capuchon in een capuchon? Ja. En dit pak? Droeg ik voor de eerste keer toen ik naar Su ging. Naar Su? Je bent naar Su geweest? Ja. Waar was Su? Gewoon. Nou, nu gaat hij gewoon die Surinaamse zorg. Minasarai mijn boy, Isabito. Ik was dit. Nou, goedemorgen jongens. Ik en Daf werden zomaar random op zolder wakker. We zitten thuis en verlamd. Maar we werden wakker met ijs en brown in hijgend in onze nek. Toen viel er even een lijn met de jacuzzi aangedaan, de wakker. Brownie en Icy. Nou, goedemorgen jongens. Ik ben echt met gekke hangover wakker geworden. Ik heb mijn principe gisteren boven op een matras was kapot koud. En we weten gewoon niet hoe we daar zijn beland. Nou, het was de litte kerst, tweede kerstdag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Sorry, maar gisteren was het echt een beetje te laat geworden om die video te editen en online te zetten. Dus daarom is er één dag vertraging in deze video. Maar ja, abonneer op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer. Zeg ik dat net al? Nou, abonneer op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog en like deze video.